Pasen nadert en daarmee de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Wat heeft Concertkoor Surgem Corda met de Matthäus Passion? Surgem Corda heeft heel veel met de Matthäus Passion. Want dit jaar gaan we voor de 10e keer de koralen van de Matthäus Passion zingen. En daarbij ook nog het laatste koor. Dus... En waar gaat dat dan gebeuren? Wij gaan dan naar de grote kerk. En daar komt ook nog Valeria Bonestrova toch twee aria's zingen. Ah, Valeria Bonestrova, ja, sopraan, hè? Sopraan, ze woont in Ameland. En dat is wel leuk, omdat het ook ons lustrum is. Nee, Lise Lustrum, maar het is meer een jubileum. 10e keer dat we dit organiseren. En daarom hebben we ook gedacht, van dat is wel mooi zijn dat we nu ook twee aria's ter gehoor brengen. Mogen er allemaal meezingen? Iedereen die zin heeft om te zingen, iedereen die een beetje kan zingen. We doen het wel vierstemmig, dus de bassen, tenoren, alten en sopranen. En bij het laatste koor is het zelfs tweekorig. Zeg maar, die koralen die worden natuurlijk duchtig geoefend, maar waar is dat dan voor? Dat is alvast voor volgend jaar. Wij gaan volgend jaar de Matthäus Passion helemaal uitvoeren, integraal. En ja, daarvoor hebben we natuurlijk de laatste tijd veel gestudeerd. En ook alvast in het voren alvast gestudeerd. Dus we zijn nu al bezig voor het concert van volgend jaar. Vorig jaar hebben we de amazing versie gedaan. En ons leek het wel een goed plan om volgend jaar, 2018, in een grote kerk, de Matthäus Passion integraal te gaan uitvoeren.